Welkom bij Op de Hoogte, het kijkje in de keuken bij Van der Valk Hotel Tiel. Chef Mario treffen in de open keuken, terwijl hij een biefstukje bakt voor een gast. En of dat nu rood, medium of well done moet zijn, Mario zorgt ervoor dat het altijd volgens de wens van de gast is. Uiteraard met een zelfgemaakte saus erbij. Frietjes, aardappelen en groenten. En met een glimlach geserveerd aan tafel. Smakelijk eten. Op een van de daken van het hotel treffen we een bijzonder volk. Nou, hier staan we dan, op ons bijenterras. De hardst vliegende medewerkers van de Valk Tiel. Ze verzamelen voor ons de honing, die we natuurlijk gebruiken op de geitenkaassalade. Maar ook gewoon voor het buffet of in de koffie. Het is een natuurlijke zoetstof, dus dat is fantastisch. Maar er zijn meer voordelen. Maar natuurlijk is dat niet alles wat bijen doen. Ze bestuiven ook de boomgaarden. En dankzij dat hebben we natuurlijk de heerlijkste kersen van Nederland, van Europa, eigenlijk van de hele wereld, hier in de Betuwe. En daar dragen we ook met onze bijen een klein steentje aan bij. Hotel Tiel beschikt over vele zalen, boardrooms voor allerlei evenementen, vergaderingen en meetings. Toch? Zeker. We bevinden ons op dit moment in de Maaszaal. En deze zaal die gebruiken we voor allerlei doeleinden. Je kunt hierbij denken aan een sit-down diner voor diverse gasten, aan een feestavond, maar ook voor een congres van 350 personen. Alle ruimtes zijn uitgerust met de nieuwste technologische hoogstandjes. Wij beschikken over zalen vanaf 2 tot 750 personen, waarbij we precies de zaal in de opstelling kunnen doen zoals de gast dat wenst. Bijvoorbeeld zoals hier in de Bloesemzaal. Deze zaal staat in een U-vorm met een mooi ingebouwd podium, een katheder en een beamer en een scherm. En ze zijn flexibel te gebruiken en in te richten. Mochten gasten een zaal geboekt hebben die toch wat aan de kleine kant is, dan kunnen wij door middel van de tussenwand die we eruit halen van 2 aparte zalen één grote zaal maken. Als je de vergadering even wilt ontvluchten, dan kun je vanuit de vergaderzaal in onze boomgaardzaal gaan lopen. Daar kun je even rustig een telefoongesprek voeren of met andere gasten vergaderen of gewoon even relaxen. We lopen even Hotel Tiel door en we hebben een vraag. Wat maakt werken bij Van der Valk nou zo leuk? Het werk zelf, de mensen, de collega's en gewoon het werk zelf. Gewoon is wel hartstikke leuk. Wat maakt werken bij Van der Valk zo leuk? Het is hier hartstikke gezellig en we zijn heel gastvrij. En wat doe jij precies? Ik ben receptioniste bij Van der Valk Hotel Tiel. Dus de mensen zien jou als eerste en wat doen ze dan? Inchecken of zo? Ze komen hier inchecken voor kamers, ze komen hier voor vragen en we verwijzen ze naar de zalen en het restaurant. Anja, werken bij Van der Valk is leuk, hè? Ja, het is heel leuk. Wat maakt het zo speciaal? Nou, ik ga iedere dag met plezier naar mijn werk en het is gewoon hartstikke leuk om te doen. En wat doe jij dan met name? Ik werk bij het ontbijt. Ik begin iedere dag om 6:00 en zaterdag en zondag van 8 tot 10:30. En elke dag met plezier naar je werk? Elke dag met plezier naar mijn werk.